Na de Amerikaanse burgeroorlog verwierven de Afro-Amerikanen nieuwe vrijheden die ook aanleiding gaven tot nieuwe vormen van muziek. We marcheren mee op het ritme van de Five and Drum Bands, we nemen een kijkje achter de schermen van de minstrel shows en popkenner Maarten Schuurmans neemt ons mee door het zuiden van de Verenigde Staten, de regio waar de country blues of plattelandsblues ontpopte. Welkom in de vijfde aflevering van de podcast Into the Soul of the Blues. In april 1861 brak de Amerikaanse burgeroorlog uit. 11 zuidelijke staten scheurden zich los van het noorden en organiseerden zich tot de Confederation met een eigen president en zelfs een eigen White House. Aan de basis van de breuk lag de verschillende economische situatie en bovendien hadden de 19 noordelijke staten de slavernij reeds afgeschaft, terwijl in het zuiden de slavernij een immens belangrijke factor was om de economie draaiende te houden. Aan het begin van de burgeroorlog waren er maar liefst 4 miljoen slaven. Een mannelijke slaaf die veldwerk verrichtte was daarbij tot $1,500 waard. Slaven vormden dus een immens kapitaal. De noordelijke staten organiseerden zich onder leiding van Abraham Lincoln in de Union. Lincoln was erin geslaagd om president te worden zonder in de zuidelijke staten stemmen te halen. Maar dat had als nadeel dat hij in het zuiden geen enkele aanhang had. En aangezien de vlag van de Confederation quasi identiek was aan de vlag van de Union, werd de Confederation Battle Flag als strijdvlag ontworpen. Een vlag die tot vandaag nog heel veel controverse oproept. De Amerikaanse burgeroorlog was een heel droeve periode uit de Amerikaanse geschiedenis. Het werd de eerste echte industriële oorlog. Er werd gebruik gemaakt van de telegraaf, van stoomschepen, treinsporen en voor het eerst werden wapens in massa geproduceerd. De Amerikaanse burgeroorlog eiste maar liefst 620.000 doden en gigantisch veel burgerslachtoffers. Het was de bloedigste oorlog uit de Amerikaanse geschiedenis. Het aantal slachtoffers onder de Amerikaanse soldaten was zelfs nog groter dan dat van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog samen. Tijdens veldslagen en dus ook tijdens de Amerikaanse burgeroorlog werden strijdliederen gespeeld op het slagveld om de soldaten aan te vuren. En in de marge van het oorlogsgeweld werd ook muziek gespeeld om voor ontspanning te zorgen. Aanvankelijk speelde de fife, een klein bamboefluitje, een heel prominente rol op het slagveld. Maar tijdens de burgeroorlog was het geluid, het kabaal van de strijd zo groot dat de fife enkel nog kon gebruikt worden als marsmuziek. Ook de klaroen werd nog gebruikt als signaalhoorn samen met de militaire drum. Deze laatste instrumenten kon men beter onderscheiden tussen het geratel van de artillerie door. De signaalhoorn die droeg heel erg ver, waardoor er zelfs risico bestond dat de verkeerde troepen de opdracht zouden uitvoeren van een bevelhebber van een andere eenheid. Om die reden werd het signaalbevel vaak voorafgegaan door een herkenbaar inleidend deuntje. De signaalhoorn werd ook gebruikt om de troepen te wekken en om rustpauzes aan te kondigen. Maar tijdens de burgeroorlog speelde de drum een heel belangrijke rol.
om over voldoende longinhoud te beschikken, waren de fluitspelers, de fivespelers, doorgaans stevig uit de kluiten gewassen mannen. De drumspelers daarentegen waren vaak tienerjongens. En net deze jongens behoorden doorgaans tot de jongste slachtoffers van de Amerikaanse burgeroorlog. De five is dus een soort piccolo, een klein fluitje, gemaakt van een hol stuk suikerriet. Het fluitje vindt zijn oorsprong in de Angelsaksische cultuur en werd door de Schotten en de Ieren gebruikt in militaire fanfares. De five klinkt schel genoeg om als liedinstrument boven de grote militaire drums uit te klinken. Na de Amerikaanse revolutie en tot aan het eind van de 19e eeuw kende deze five and drum bands een enorme opgang. Men trof ze vooral aan in de Hill Country, een regio in het noorden van Mississippi tegen Tennessee. Bij deze five and drum bands worden verschillende drums bespeeld met sterk uiteenlopende klanken, maar de grote militaire trommel kreeg de voorkeur. Het ritme is een mix van Afrikaanse polyritmiek en blues met Europese en Amerikaanse militaire drumtradities. De five and drum is enig in zijn soort. En zoals heel vaak in de blues spelen vraag- en antwoordpatronen een belangrijke rol. Vaak wordt de muziek ook begeleid door een danser en opgevuld met shouts, whoops en moans. De techniek van whooping kan trouwens getraceerd worden tot beide pygmeeën in Afrika. De fragmenten van de five and drum muziek die je al hoorde, Sitting on Top of the World en My Bonnie Lies Over the Ocean, komen allemaal uit de collectie veldopnames van Alan Lomax. Een nummer dat mij al heel vroeg in de kuiten heeft gebeten, draagt de titel Granny Will Your Dog Bite. A dog bite, no time, no. I'm gonna with your dog bite, no time, no. 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 Je merkt in Granny Will Your Dog Bite weer de kenmerkende trommels van de rondtrekkende troubadours, maar ook de repetitieve deuntjes met vraag- en antwoordpatroon. De melodie van Granny Will Your Dog Bite ontstond in de bergen van de Appalachen en is uitgegroeid tot een wijdverspreid Amerikaans instrumentaal deuntje waarop door de jaren heen verschillende teksten werden gezongen. Ik laat je achtereenvolgens luisteren naar Pretty Betty Martin van The Prairie Acre, dan Granny Will Your Dog Bite van de Second South Carolina String Band en tenslotte de versie van Otta Turner. Je hoorde in deze fragmenten een overgang van de marsmelodie naar een compositie met een heel sterke Afrikaanse polyritmiek. De laatste compositie is afkomstig van Otta Turner. Otta Turner bespeelde de five, dat is een klein fluitje gemaakt uit bamboe en de schelle toon van het fluitje kwam boven de drummers uit. Otta Turner bewerkte een stuk grond nabij het dorpje Como in het noorden van Mississippi. Tijdens feestjes op de boerderijen entertainde hij zijn gasten met de Rising Star Five and Drum Band.
Turner organiseerde ook vanaf de jaren 50 elke eerste maandag van september een Labor Day picknick. Hij slachtte eigenhandig een geit die hij kookte in een grote ketel en tijdens het smullen vrolijkte de band de picknick op met dansmuziek. Later zouden deze Labor Day picknicks muziekliefhebbers aantrekken van over de hele wereld. Het album Everybody Hollering Goat verwijst naar deze picknicks en uit dat album komt het nummer Shimmy She Wobble. Como is de regio van de Mississippi Hill Country Blues en Otta Turner speelde later ook nog met zangeres-gitariste Jessie Mae Hemphill, maar daarover vertel ik later meer. Otta Turner overleed in februari 2003, maar zijn kleindochter houdt intussen de traditie van de Five and Drum Bands in ere. Zij brengt haar Five and Drum versie van My Babe, een nummer dat je wellicht kent in de versie van Little Walter en geschreven door Willie Dixon onder het label van Chess. Hier is de Shardy Thomas Five Band op het Memphis Music and Heritage Festival in 2015. Ook de spirituals When the Saints Go Marching In en When I Lay My Burden Down zijn populaire deuntjes die vaak voorkomen in het repertoire van de Five and Drum Bands. Alan Lomax maakte in 1942 als eerste opnames van de Five and Drum muziek. Hij ontdekte Sid Hemphill, een blinde muzikant en een virtuoos op zowel de five, de banjo, de gitaar, de piano als het orgel. Devil's Dream speelt Sid Hemphill op een suikerriet fluitje, begeleid door twee snares en een basdrum. Hij speelt een sterk gesyncopeerd ritme dat herinnert aan de Afrikaanse traditie en hij vult de zang op met shouts, whoops en moans. Deze blaastechniek je niet denken aan de manier waarop Sonny Terry in de jaren 60 de mondharmonica bespeelde? Hier is Sonny Terry met Blues with a Whoop uit het album Wizard of the Harmonicas. Dit is Whooping tot in het zesde kwadraat. Bepaarde bluesliefhebbers beschouwen de panfluit, de blokfluit en de fife doorgaans niet als het meest sexy klinkende instrument. Maar zij vergeten dat het ooit anders was. Thank you.
Ja, inderdaad. Dit is de intro van het nummer Going Up the Country van Kent Heat. I'm going up the country, baby, don't you wanna go? Een nummer uit het album Living the Blues uit 1968. Kent Heat leende het nummer van Henry Thomas, die in 1928 de Bulldoze Blues uitbracht. Een nummer waarbij ook hij zichzelf begeleidde op een panfluit. I'm gonna wait, baby, and it won't be long. I'm gonna wait, and it won't be long. Wie een beetje de sfeer van de burgeroorlog wil opsnuiven, moet de film Gone with the Wind bekijken. De film verscheen in de bioscoop in 1939 aan het eind van de economisch desastreuze jaren 30. In de film werd een positief beeld geschetst van de Union en de Amerikanen waren er verzot op. En al is de setting uiteraard flink geromantiseerd, toch werkte de film helend in de periode na de Grote Depressie. De zwarte actrice Hattie McDaniel, die Mammy speelde in de film, mocht als eerste Afro-Amerikaanse een Grammy Award in ontvangst nemen. Maar helaas, door de regels van rassenscheiding, werd ze niet uitgenodigd op de première. Die avond van de eerste vertoning was er wel een kinderkoor dat de rol van de kinderen van de plantages vertolkte. En een van die kinderen was Martin Luther King. In september 1862 leken de vooruitzichten voor beide oorlogvoerende partijen volledig uitzichtloos. Op dat ogenblik besloot Lincoln om de afschaffing van de slavernij als kruistocht te gebruiken in zijn oorlogsvoering. Lincoln legde in zijn Emancipation Proclamation vast dat er een eind moest komen aan de slavernij. Het zuiden was misnoegd, want op de plantages was de inzet van slaven om economische redenen ontzettend belangrijk. De Proclamation of Emancipation was ook heel ambivalent. Lincoln was wel tegen de slavernij, maar was zeker geen abolitionist. In een brief liet hij trouwens noteren: als ik de eenheid zou kunnen herstellen zonder ook maar één slaaf te bevrijden, dan zou ik dat zeker doen. Maar toch had de proclamation het beoogde effect. Slaven vluchtten weg uit het zuiden en sloten zich aan bij de legers van de Union. Al werden ze daar ook niet altijd even hartelijk ontvangen, er zijn bijvoorbeeld getuigenissen van noordelijke troepen die hun zwarte manschappen gewoon achterlieten, overgeleverd aan het lot van de vijand. De ambitie tot afschaffen van de slavernij kostte Lincoln trouwens het leven. Hij werd op paasdag in 1865 in het theater neergeschoten door een aanhanger van de Confederation. Het was op 9 april 1865 dat de Union het zuiden overwon. De slavernij werd afgeschaft, de zwarte populatie had een nieuw leven in het vooruitzicht. Scholen en kerken werden opengesteld, zwarten kregen stemrecht en konden zich zelfs verkiesbaar stellen. Zwarte Amerikanen konden vanaf dat ogenblik ook land kopen, tenminste als er geld beschikbaar was. De periode tijdens en onmiddellijk na de Amerikaanse burgeroorlog was voor de Afro-Amerikanen ontzettend verwarrend. De term Emancipation Proclamation was politiek gezien een heel gewichtig woord, door Lincoln opgesteld om internationale steun te verwerven. Maar in de praktijk was de toepassing niet altijd even rechtlijnig en er waren heel wat uitzonderingen en regeltjes. Het zuiden werd uiteraard ook niet in één slag bevrijd. Soms werd een gebied door de Union veroverd, slaven waren vrij,
En dan trok het leger zich weer terug en werden de slaven opnieuw gevangen genomen door het zuiden. Sommige slaven boden zich aan bij het leger van de Union, maar de soldaten uit het noorden beschouwden hen vaak als een last en boden hen niet de nodige bescherming. Voor de zogenaamde freedmen golden er nog heel wat beperkende wetten. Afro-Amerikanen mochten niet samen rondhangen of zich verenigen, want men was bang dat ze een opstand zouden ontketenen. De nieuwe regels werden ook niet meteen overal toegepast. De communicatie verliep soms traag, op sommige plantages wist men gewoon niet dat er nieuwe regels waren en op andere plaatsen waren de plantagehouders vrijgesteld van de regels als dank voor de trouw die ze getoond hadden. Eens vrij poogden de families van de voormalige slaven zich te herenigen. Alweer een heel moeilijk proces, want de voormalige slaven hadden geen officiële naam. Er waren ook geen archieven beschikbaar en de mensen hadden geen middelen om naar elkaar toe te reizen. Zo verschenen in kranten artikels waarin men op zoek ging naar familieleden, maar om hen terug te vinden gebruikte men de namen van de handelaars en van de slaveneigenaars. Er werden freedmanbureaus opgericht met als doel de families te herenigen, maar de steun was niet altijd even hartelijk. Enkele dollars voor een treinrit werd geweigerd omdat men de freedmen niet afhankelijk wou maken van de staat en in sommige gevallen werd zelfs onderhandeld om de voormalige slaven een nieuw contract te laten tekenen om zonder loon opnieuw voor hun voormalige eigenaar te gaan werken. Na de emancipatie gingen de hekken rond de plantage wel open, maar de houding van de witte bleef, hoe humanitair ook, op zijn minst gezegd heel erg paternalistisch. Men vond de Afrikaanse cultuur primitief en barbaars, men wou hen leren lezen en schrijven, maar men verlangde vooral dat de Afro-Amerikanen zich zouden gedragen als ware christenen. De belangrijkste aanwinst voor de Afro-Amerikanen was de nieuwe bewegingsvrijheid die hen blootstelde aan een veel bredere sociale context. De praise houses werden vervangen door kerken voor zwarte die ook als paddenstoelen uit de grond rezen. Er kwamen meer en meer predikanten onder de zwarte en de raindance ging meer op een linedance gelijken. De kerken voor de zwarte vormden trouwens de basis van de latere politieke acties en de burgerrechtenbeweging. Het wereldwijde verbod op slavernij werd pas opgenomen in de Internationale Slaverijconventie van 1926. En in 1948 wordt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens de volgende tekst opgenomen: "No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms." De strijd tegen onderdrukking van de zwarte gemeenschap, de strijd tegen racisme zal echter nog steeds blijven duren. Laat ons even opmerken dat in 2016 volgens de Global Slavery Index nog meer dan 40 miljoen mensen gebukt gingen onder de gruwel van de slavernij. Na de Amerikaanse burgeroorlog volgde de zogenaamde Reconstruction Period, een economisch heel moeilijke tijd. Uiteraard waren heel wat plantagehouders in het zuiden van de Verenigde Staten helemaal niet opgezet met de afschaffing van de slavernij. Want die afschaffing vormde een heel grote bedreiging voor de woekerwinsten van de plantagehouders. Als antwoord werd in de deelstaten in 1876 het principe van rassensegregatie ingevoerd. En door deze wetgeving werd de zwarte bevolking opnieuw gescheiden van de banken in alle openbare gelegenheden, inclusief transport, school en toilet. De wetten van de rassensegregatie werden genoemd naar Jim Crow. En Jim Crow was een blackface-karikatuur. Tijdens die periode trokken theatergezelschappen door het land en in hun voorstelling brachten ze heel stereotype, karikaturale tot zelfs racistische uitbeeldingen van de Afro-Amerikaanse cultuur. Het motto "Separate but equal" was uiteraard ontzettend ambivalent. Er ontstonden gescheiden accommodaties voor de zwarte, maar die accommodaties waren meestal heel inferieur.
De burgerrechten werden ingeperkt en er werden poll taxes en grandfather claims ingevoerd, waarbij men enkel mocht stemmen indien grootvader gestemd had. En aangezien de grootouders van de Afro-Amerikanen in de periode voor de burgeroorlog geen stemrecht hadden, werd voor de meeste onder hen het stemrecht alsnog ontzegd. Bovendien moest men ook tax betalen om te mogen stemmen. Er was zelfs rassenscheiding tot op het kerkhof. En op het overtreden van die rassensegregatie stonden heel zware straffen. Een zwarte man riskeerde gevangenisstraf voor het aanspreken van een blanke vrouw. Bovendien ontstond er een systeem waarbij gevangenen verhuurd werden aan grote bedrijven om er arbeid te verrichten onder dwang. De chain gang was een nieuwe vorm van slavernij en maar liefst 90% van deze gevangenen waren Afro-Amerikanen. Deze vorm van dwangarbeid is trouwens nog steeds opgenomen in het 13e amendement en multinationals als IBM, Starbucks en Microsoft maken hier nog steeds gebruik of misbruik van. Tegelijkertijd oefende de Ku Klux Klan terreur uit op de zwarte bevolking. Het aantal lynchpartijen nam toe in de periode tussen 1890 en 1930 en de onderdrukking van de zwarte was maximaal. Sommigen stellen zelfs dat voor heel wat zwarten de levensomstandigheden slechter waren of minstens even slecht dan in de periode van de slavernij. Uiteraard waren ze niet van hun vrijheid beroofd, maar tijdens de periode van de slavernij beschouwden de plantagehandelaars hun slaven nog als eigen bezit en hun eigen bezit gingen ze zo goed mogelijk verzorgen en beschermen tegen lynchpartijen van buitenaf. Relatief uiteraard, maar na de periode van de slavernij waren zwarten hun eigen baas, verantwoordelijk, dus er was niemand die voor hen ging zorgen en daardoor belanden ze vaak in heel erbarmelijke levensomstandigheden. Het nummer Strange Fruits vertelt op griezelige en surrealistische wijze de terreur van de lynchpartijen aan het eind van de 19e eeuw in de Verenigde Staten. Het nummer is gebaseerd op een gedicht, Bitter Fruits, dat in 1937 geschreven werd door Abel Meeropol, dat was een onderwijzer uit de Bronx die het gedicht schreef onder pseudoniem Lewis Allen. En het was Billie Holiday die Strange Fruits beroemd maakte, maar een van de meest beklijvende versies komt van Nina Simone. Ik laat eerst Billie Holiday en dan Nina Simone aan je horen. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. For the crows to pluck. The rain together for the wind to suck, for the sun to rot, for the leaves. Billie Holiday bracht haar versie uit in 1956 op het album Lady Sings the Blues. En Nina Simone bracht Strange Fruits uit op het album Pastel Blues uit 1965. Al gauw bleek ook dat zwarten geen toegang hadden tot de reguliere arbeidsmarkt. En om het systeem van de slavernij te vervangen, werd het sharecroppers system ingevoerd. Zwarten mochten een stuk land van blanke eigenaars bewerken, maar in ruil moesten ze een deel van de opbrengst afstaan aan de landeigenaar.
Bovendien kon de sharecropper enkel kopen en huren bij zijn eigen plantagemeester en uiteraard werden voor deze diensten en goederen woekerprijzen aangerekend. En op sommige plantages voerde men zelfs een eigen munteenheid in met het doel de zwarte arbeider volledig aan de plantage te binden. De ketenen van de slavernij werden vervangen door leningen bij de plantagemeester. De sharecropper werd opgezadeld met een ongecontroleerde schuldenlast, schulden die trouwens automatisch werden overgedragen op het nageslacht. Vanaf ongeveer 1850 werden rondtrekkende theatergezelschappen onder de naam Minstrel Show populair. In hun voorstellingen combineerden ze dans, muziek en komische acts, waarbij voornamelijk de Afro-Amerikanen het voorwerp van de spot vormden. Witte acteurs schminkten zich met houtskool om zwarte stereotype karakters uit te beelden. Deze zogenaamde blackface werd voorgesteld als een domme, grappige, ongecultiveerde en bespottelijke slaaf. Hij had een kroezelkop, droeg een strohoed, versleten kledij en zong het liedje Jump Jim Crow, omdat hij blij was een nigger te zijn. Wheel about and turn about and do just so. Every time I wheel about, I jump Jim Crow. Naast hem stond Dandy Jim uit de stad, een traag sprekende, ondeugende en opzichtig geklede figuur, en beide karikaturen waren dom, lui en dol op watermeloen en kip. Deze racistische voorstellingen waren bedoeld om de zwarte als dom af te schilderen tegenover de geëmancipeerde witte man. En na de afschaffing van de slavernij won deze karikatuur nog aan populariteit omdat zwarte mensen als een bedreiging werden gezien voor de witte orde. Na de emancipation kregen ook zwarte acteurs toegang tot het podium van de minstrel shows. Maar dan enkel indien ze zich ook verkleden en zich bespottelijk gedroegen zoals het stereotype beeld dat voorschreef. De job was heel denigrerend, maar voor de zwarte artiesten waren de minstrelshows vaak de enige weg naar een podium om hun artistieke talenten aan de man te brengen. En sommigen slaagden er zelfs in om de Afro-Amerikaanse cultuur in een beter daglicht te stellen. Pas aan het begin van de 20e eeuw werd het voor de zwarte acteurs en vooral voor blueszangeressen mogelijk om zonder bespottelijk masker deel te nemen aan deze shows. Onder meer de immens populaire blueszangeressen Ma Rainey en Bessie Smith maakten hun debuut in de minstrel shows. De populariteit van de minstrel show neemt af, maar de blackface figuur zal blijven opduiken. Bijvoorbeeld in de film The Jazz Singer uit 1927. Het besef dat deze blackface-figuur ongepast is, neemt naderhand toe. Het zal tot de jaren 60 duren eer de traditie van de minstrel shows verdween onder invloed van de Civil Rights Movement. En in onze streken blijft de wat onbeholpen, guitige Zwarte Piet nog elk jaar de heilige witte Sint bijstaan. Een van de songs die gezongen werden in de minstrel shows was My Old Kentucky Home. Het lied werd geschreven door Stephen Foster in 1854. In het nummer klaagt een zwarte slaaf over het feit dat hij verkocht werd aan een nieuwe meester diep in het zuiden. Hij zegt daarbij vaarwel aan My Old Kentucky Home, wetende dat in het licht van het harde werk op de suikerplantage zijn dagen geteld zijn. The sun shines bright in the old Kentucky home. 'Tis summer, the darkies are gay. The corn tops rise.
Omdat de katoenindustrie bloeide, had men in het zuiden nood aan heel veel arbeidskrachten. Kentucky was een staat waar slaven gekweekt werden, om hen nadien en masse te verkopen aan de zuidelijke staten, waar ze als goedkope werkmannen werden ingezet. De slaven moesten daarvoor heel grote afstanden afleggen, te voet en aan elkaar geketend. Men spiegelde hen voor dat hun lot zou verbeteren eens ze waren aangekomen in het diepe zuiden. The head must bow when the back will have to bend, wherever the donkey may go. A few more days and the trouble will all end, in the field where the sugar canes grow. Deze tekst werd in de latere versies van Old Kentucky gewoon weggelaten. In de oorspronkelijke tekst werden de woorden donkey en donkeys gebruikt. Later zou men deze woorden vervangen door people. Het nummer kreeg ironisch genoeg de perceptie van een nostalgische ode aan het goede leven in het zuiden. De legendarische Stephen Foster is ook bekend van de liedjes O Susanna en The Old Folks at Home. De oorspronkelijke titel van het lied luidde Poor Uncle Tom, Good Night, wat duidelijk suggereert dat Stephen Foster bij het schrijven van het nummer geïnspireerd werd door het boek Uncle Tom's Cabin dat uitkwam in 1852. De negerhut van Oom Tom werd geschreven door Harriet Beecher Stowe. Stephen Foster werkte in zijn teksten wel vaker met personages die uit huis werden gezet. De familie van Stephen Foster werd, toen hij 3 jaar jong was, gedwongen het ouderlijke huis te verlaten omwille van financiële problemen. En het waren de soldaten van de Amerikaanse burgeroorlog die het lied zongen en zo van dorp tot dorp verspreidden. Eind 1800 werd muziek opgenomen door het geluid te graveren op de buitenzijde van holle cilinders. De muziek werd met een grammofoon nadien afgespeeld. Het was Thomas Edison die in december 1877 deze opnametechniek ontwikkelde. De opnames hadden een heel slechte klank en de techniek werd eigenlijk niet bijzonder populair. Edison zou zich later toeleggen op de ontwikkeling van de gloeilamp en de verfijning van de geluidsopnames liet hij aan andere uitvinders over. Van My Old Kentucky Home bleven verschillende versies op cilinder bewaard. Er werd echter niet geregistreerd wanneer deze opnames gemaakt zijn. En hey, in het Gentse Universiteitsmuseum kan je nog steeds zo'n opnametoestel bewonderen. In de jaren 60 maakte Randy Newman een adaptatie van het nummer My Old Kentucky Home dat hij in 1970 uitbracht op zijn album 12 Songs. The sun shines bright on my old Kentucky farm, and the young folks roll on the floor. Oh, the sun shines bright on my old Kentucky farm, and keep them hard times away from my door. Uit de minstrel shows groeiden rond 1890 de vaudeville shows. Dat waren voorstellingen van maar liefst 12 uur lang, waarbij alle lagen van de bevolking werden aangesproken. Later werden deze shows min of meer opgekuist, minder vulgair en dus aantrekkelijker voor een breder publiek. Het is in deze vaudeville shows dat Charles Spencer Chaplin, jawel Charlie Chaplin, zijn eerste komische stapjes zette. Als variant van de minstrel shows waren er ook medicine shows, voorstellingen waarbij de zang en dans gebruikt werden als lokmiddel om allerhande kwakzalverijtjes aan de man te brengen. De medicine shows waren kleiner en hadden een heel ander doel. Waar de minstrel shows voor vermaak van het publiek stonden, stond bij de medicine show het commerciële aspect op de voorgrond. En de dans en muziek waren een vehikel om een product aan de man te brengen. De zangers en zangeressen die in de medicine shows gepresenteerd werden, waren om die reden ook minder populair. U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar. Met de nieuw verworven vrijheden van de Emancipation ontstond op het platteland in het zuiden van de Verenigde Staten een nieuwe indringende muziekvorm, de blues.
Afro-Amerikanen kwamen in contact met ragtime bands, string- en jugbands voor de vilorkesten, minstrel shows en andere vormen van muziek. Ellen Lomax doopte deze muziekstijl de country blues, in tegenstelling tot de urban blues, de blues uit de steden, waar we het later nog over zullen hebben. Een slaaf kon niets kopen. Na de slavernij verkoos de Afro-Amerikaan de gitaar. De banjo was immers het instrument van de medicine shows waar de bluesmuzikant zich van afkeerde. Van de banjo nam men wel de open tuning over, een stemming van de gitaar waarbij alle snaren samen één akkoord vormen. In deze stemming is het vormen van akkoorden een stuk gemakkelijker en de stemming laat ook toe om met een bottleneck meerdere snaren tegelijk aan te spelen. De gitaar werd ook beter beschikbaar dankzij een systeem van levering van de post via de spoorweg. Bedrijven stelden een catalogus beschikbaar, men schreef eenvoudig op een briefje welk instrument men wou kopen en het pakje werd toegezonden. In het postkantoor had men de kans om het verkozen instrument eerst te inspecteren alvorens het daadwerkelijk te betalen. Hiermee was de Amazon van de jaren 1900 geboren en gitaren waren in dit systeem enorm populair. Toch werden deze instrumenten meestal gekocht door de rijkere witte, misschien zelfs in een impulsaankoop, waarna de Afro-Amerikanen de instrumenten tweedehands overkochten. De blues op het platteland had een eenvoudige vorm en werd gebracht door één enkele artiest. De sharecroppers werkten alleen en een band was te complex om mee rond te reizen. De muziek werd gespeeld met eenvoudige, vaak zelfgemaakte instrumenten, in snarige violen, banjo's, de fluit, de drum. En om ritme toe te voegen, stampte men met de voeten op de grond, of men klopte op het hout van de gitaar. Rond 1916 werden de eerste wegen aangelegd en het beperkt aantal draagbare instrumenten liet de bluesartiest toe om rond te trekken van plantage naar plantage op zoek naar een nieuw publiek. De nieuwe muziekvorm verspreidde zich heel gemakkelijk over het zuiden van de Verenigde Staten. Het waren voornamelijk mannen die zich de vrijheid konden permitteren om rond te trekken als blues rambler. Ze reisden alleen, een band was immers veel te complex om te organiseren en ze zongen over de ellende van de Afro-Amerikaan, over het harde leven als landbouwer, over alcohol- en relatieproblemen en over de trein als metafoor voor een nieuw leven, voor de toekomst, voor de vrijheid. Met deze muziek vonden bluesmuzikanten een uitweg uit de ellende van het harde werk. De muziek was een uiting van frustratie en hoop. De blues is een feeling, evenzeer als een muziekgenre. Er waren ook weinig of geen muzikale regels. Er werd wel eens een hele of halve maat ingeslikt, dat paste bij de Afrikaanse polyritmiek, en pas wanneer muzikanten gingen samenspelen, ontstonden er standaarden. Muddy Waters dreef zijn band de gordijnen in als hij afweek van het akkoordenschema. Otis Penn, zijn vaste toetsenist, trainde de nieuwe bandleden hoe ze de non-verbale communicatie van Waters konden herkennen. Waters speelde louter op instinct. De structuur van de muziek was dus heel eenvoudig. Meest typisch zong men twee maten, waarna de zang beantwoord werd met een korte melodie, een riff op de gitaar. De tekst was heel belangrijk. De zwarte man was dan ook niet bang meer om zijn emoties te uiten. En om de tekst kracht bij te zetten, werd de muzieklijn herhaald om in een derde lijn een pakkend besluit te formuleren. Technisch kan je spreken van een AAB-schema. Twee lijnen tekst herhalen zichzelf en in de derde lijn B wordt het besluit geformuleerd. Deze blues verspreidde zich heel snel over het zuiden. Maar uiteraard waren er ten gevolge van lokale invloeden nog sterke regionale verschillen. Zo werd aan de oostkust gespeeld met een fingerpicking techniek, een meer melodische techniek waarbij de duim de bassnaren bespeelt, terwijl de andere vingers een melodie spelen op de hoge snaren of trebles. Deze East Coast blues, ook wel Piedmont blues genoemd,
wordt vaak vergeleken met de ragtime pianostijl, de stijl waarbij de linkerhand op de piano de baslijn speelt en de rechterhand de melodie. De blues die gespeeld werd in de delta van de Mississippi was minder complex. Een dreunend ritme stond op de voorgrond, de melodie werd glijdend gespeeld op één snaar, vaak met behulp van de zogenaamde bottleneck. De zanglijn was eenvoudig, maar speelde in op diepe emoties. Bij de blues uit de Texas-regio stond de gitaarlijn op de voorgrond, vaak met een jazzy feeling, terwijl de blues van de Hill Country gekenmerkt werd door dreunende, sterk Afrikaans getinte ritmes. In de zomer van 2018 trok muziekliefhebber Maarten Schuurmans samen met enkele muzikanten, waaronder Bjorn Eriksson, de voormalige gitarist van Zita Swung en lid van de Broken Circle Bluegrass Band, en Alain Rijland naar het diepe zuiden van de Verenigde Staten. Ze gingen op zoek naar de roots van de blues, Cajun, country, hillbilly, folk en jazz. Het werd een bedevaart naar de katoenvelden waar de religieuze gospelmuziek ontstond, naar de kroegen en bordelen van het verderf. De heren trokken van Atlanta en de Appalachen langs Nashville, Memphis en New Orleans tot Austin in Texas. Maarten schreef zijn reisverhaal neer in het boek Des Duivels. Ik laat hem aan het woord om te vertellen over het landschap van de duivelse muziek. In mijn tienerjaren leerde ik de Rolling Stones kennen. Ik ontdekte dat heel wat van hun songs niet door hen zelf geschreven waren, maar dat het covers waren van bluesartiesten. Ik zocht de originele versies op en raakte in de band van bluesmuziek. Vooral de oude akoestische, vaak met slidegitaar bespeelde Delta Blues of Country Blues kon mij bekoren. Langzaam groeide het verlangen om ooit een reis te maken door de streek waar die muziek zijn oorsprong vond. Toen ik mij verdiepte in het verhaal achter het legendarische platenlabel Paramount Records en besloot een muzikale voorstelling over de geschiedenis van het label te maken, dan werd dat verlangen enkel nog maar aangescherpt. Ik sprak erover met een vriend en muzikant, Bjorn Eriksson, die samen met zijn band Les Blauw de live muziek voorzag van de Paramount voorstelling. Bjorn raakte mij enthousiast en we besloten samen met Bjorns boezemvriend Alain Rijland een trip te maken door het diepe zuiden van de VS, op zoek naar die wortels van de hedendaagse populaire muziek. Eerst trokken we de bergen in de Appalachen, de streek waar de arme blanke mijnwerkers 's avonds hun muziek speelden op hun terrassen. Muziek die de naam hillbilly zou meekrijgen en die de oorsprong vormt van country. De bluegrass, muziek die rechtstreeks afstand van die hillbilly tunes, die wordt daar nog steeds gespeeld, daar in die bergdorpjes. In het dorpje Clayton stopten we bij een muziekwinkel en daar bleken een tiental bejaarde inwoners samen bluegrass te spelen. Het was een fantastisch moment waaruit bleek dat die daar, daar nog erg levendig was, hè, die bluegrass scene. En van die bergen trokken we dan naar Nashville, hè, de hoofdstad van de country, hè, de plek waar hillbilly in country veranderde. De vaak kitscherige honky-tonk clubs op Broadway, waar heel de dag door live muziek weer klonk, dat was een hele ervaring. En van de hoofdstad van die country ging het naar de hoofdstad van de blues, Memphis. Eveneens de stad van Sun Records, het legendarische, iconische label van Sam Phillips. Het label waar Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en vele andere rockiconen hun eerste stappen zetten. De studio wordt toeristisch uitgemolken, maar het is toch een bezoek meer dan waard. Vooral ja, het kleine studiootje zelf is impressionant als je beseft wie daar allemaal heeft gestaan en wie daar allemaal heeft opgenomen. Memphis, de stad aan de Mississippi, waar de katoen van de plantages kwam en werd verscheept over de rest van het land en de wereld. En als je dan dat beseft en je staat daar aan die oever van die imposante rivier, net bij zonsondergang en net op het moment dat er zo'n steamer voorbijvaart, wel, dan heb je het gevoel dat je een ontmoeting hebt met de geschiedenis. Een ontroerend moment was dat. Na Memphis, de hoofdstad van de blues, trokken we dan Mississippi in, de staat waar al die blues zijn oorsprong vond. De eerste stop die we maakten was in Como, dat is een onbeduidend dorpje in de Mississippi Hill Country, waar ik absoluut wilde stoppen.
omdat daar onder andere muzikoloog Alan Lomax de befaamde Mississippi Fred McDowell ontdekte. Een blues-folkmuzikant die zeer ritmische muziek maakte. En over die ritmische muziek gesproken, die vinden we daar ook terug in de Five and Drum Bands. En dat is een mix, een unieke mix van Engelse, Ierse militaire marsmuziek en de uit Afrika afkomstige voodoo-ritmes. Het is een, ja, een unieke combo die enkel daar in de streek wordt gemaakt. Otar Turner is een van de bekendste muzikanten van het genre. Of liever was, want hij is ondertussen al enkele jaren geleden overleden. En mij werd de muziek bekend. De muziek was... ik leerde de muziek kennen liever via Martin Scorsese, via zijn epische film Gangs of New York, waarin de muziek voorkomt. Scorsese maakte trouwens ook een documentaire over de blues, de oorsprong van de blues, en die vangt ook aan met die five and drum bands. Voor hem is dat de missing link tussen Afrikaanse muziek en de Afro-Amerikaanse blues. Ik had dan ook graag het kerkhof bezocht waar Fred McDowell begraven ligt. En de kerk waar hij veel gospelmuziek heeft opgenomen. Maar jammer genoeg konden we die niet onmiddellijk vinden. En we hadden nog een trip af te leggen, want die avond wilden we misschien wel het meest iconische bluesstadje van Mississippi bereiken, Clarksdale. Johnny Hooker, Ike Turner, Muddy Waters, allemaal legendarische bluesmannen die uit Clarksdale komen. En onze droom was om te logeren in het befaamde Riverside Hotel. We hadden niet gereserveerd, we kwamen op goed geluk aanrijden en voor de deur hing een bordje closed. De moed zonk ons natuurlijk in de schoenen, maar net op het moment dat we passeerden, ging de deur open en zagen we een blanke man naar buiten komen. We stopten snel natuurlijk en dan maakten we kennis met de enige gast, zo bleek, van het hotel, een Canadees. En hij wou voor ons bellen naar de uitbaatster, genaamd Z. En die kwam even later aanrijden. Het was een zwarte vrouw, ze was zwaar gebouwd, laat ik zeggen, en zeer moeilijk te been. We hielpen haar uit de auto, waarop ze vol enthousiasme de verhalen van het hotel te vertellen, over Bessie Smith. Vertelde ze die er overleed na een auto-ongeluk. Ze vertelde over Muddy Waters, die er verbleef de nacht voor hij naar Chicago zou vertrekken om daar de Chicago Blues mee vorm te geven. Over Ike Turner vertelde ze, die in de kelder van het hotel een nummer schreef dat als geldt als een van de eerste rock'n'roll hits ooit gemaakt, namelijk Rocket 88. En ja, we mochten er dus logeren. We waren natuurlijk als het als het dolle, door het dolle heen liever. En ik mocht in de zogenaamde Muddy Waters kamer slapen. Hè. De kamer waar Muddy Waters verbleef voor hij naar Chicago trok. Bij ons al over die nacht daar in het hotel. Nadien het nummer The Riverside Hotel schrijven. Hè, uit het gelijknamige album van Erickson Delcroix dat later dat jaar zou uitkomen. Die avond in Clarksdale bezochten we nog... de Blues Club, de Grand Zero Blues Club, waar Morgan Freeman mede-eigenaar van is. Nadien trokken we nog verder Mississippi door om onder andere te belanden in Greenwood. Daar verbleven we in de Tallahatchie Flats. Dat zijn enkele hutjes, de genaamde Shotgun Shacks. Gebouwd naar de hutten waar de sharecroppers van begin 20e eeuw in woonden. En die shotgun shacks daar in de Tallahatchie Flats, die stonden midden de kantoenvelden, letterlijk op een steenworp van het graf van Robert Johnson. Ja, dat was voor ons weer zo'n mythische plek om te verblijven. De dag nadien bezochten we het graf van Johnson. Allee, althans, waarvan men beweert dat Robert Johnson er ligt, want de man heeft zelfs 3 graven. Maar het kerkhof waar wij dus naartoe gingen zou het echte zijn. Bjorn speelde samen met Saint-Lin een mooi stukje blues, slide gitaar. Voor mij als leek, als toeschouwer, was dat een fantastisch, fantastisch moment. Ja, ik kan natuurlijk blijven doorgaan over de plekken die we bezochten. Hè. Indianola hebben we bezocht, waar B.B. King vandaan komt. We passeerden de gevangenissen van Mississippi, Parchment Farm en die van Louisiana, Angola. Angola Prison, waar Alan Lomax onder andere opnames maakte, waar hij in Angola Lead Belly ontdekte.
We kwamen voorbij de Dockery Plantage, waar Charlie Patton en Sunhouse zich ophielden. We passeerden Bentonia, de plek waar de geweldige Skip James vandaan kwam. Zo doorkruisten we heel Mississippi en dan overnachten we nog in Natchez, bekend uit de burgeroorlog. En daar staan nog verschillende prachtige planterswoningen. De buitenverblijven van de rijke planters. En wij hebben in één zo'n woning kunnen overnachten. Dat was toch ook weer een ervaring. Hè? Rekening houdend natuurlijk met de bloedige geschiedenis die daarover die plek hangt. En na Mississippi was het Louisiana met als eerste grote hoogtepunt. Hè, die derde grote muziekstad uit het zuiden. Hè, New Orleans, hè, the home of the jazz. De plek waar brassband en ragtime ontstond en die samen versmelte tot jazz. Hè. De beruchte hoerenhuizen van Storyville, hè, waar het allemaal begon. We bezochten Congo Square, hè, het legendarische plein waar de slaven op zondag bijeenkwamen om te dansen en te zingen. Ja, die plek kan eigenlijk als het beginpunt gezien worden van al die rijke muziek die in Amerika zal ontstaan. Na New Orleans trokken we verder Louisiana binnen om op zoek te gaan naar de Cajun muziek. De muziek waar Björn Eriksson mee is opgegroeid. Zijn vader is een begenadigd Cajun muzikant. Ja, we gingen naar Lafayette, bezochten daar een zogenaamde Salle de Danse waar de authentieke Cajun weer klonk. Ook weer zo'n prachtige avond daar. We brachten ook een bezoek aan Mark Sauvin, nog een van de laatste grote hedendaagse Cajun-artiesten. Die maakt zelfs een diatonische accordeons. Björn wou er een aanschaffen voor zijn vader, die zo'n instrument graag had gehad. Maar hij maakt ze enkel op maat. Dus, om een lang verhaal kort te maken, toen hebben we er geen gekocht, maar Björns vader heeft er nog wel een besteld daar. En die hebben ze dan toegestuurd naar België. Een prachtig instrument trouwens. En dan, dan kwam het einde van onze reis in zicht. We eindigden onze reis in Austin, Texas. Ja, ook een echte muziekstad. Hè. De muziekscene die daar heerst is zeer levendig, zeer bekend. Hè. Het bekendste fenomeen daar is natuurlijk het South by Southwest Showcase Festival. Wij kwamen daar midden in de zomer. Het is ook een studentenstad, dus het was er relatief rustig. Björn en Alain waren al meermaals in Austin geweest en ze kenden de weg naar een aantal befaamde clubs, zoals de Broken Spoken en de Continental Club. Daar zagen we bekende country-artiest Dale Watson optreden in zijn eigen biotoop. De man komt wel eens tot in België om op te treden, maar daar zagen we hem echt op de plek waar hij wekelijks optredens geeft. Dat was fantastisch, natuurlijk. Tijdens de reis is opgevallen is dat de streekgebonden volksmuziek daar nog erg leeft, daar in dat type zuiden. Of het nu de Cajun is in Louisiana of de Bluegrass daar in die Blue Ridge Mountains. Het maakt echt nog deel uit van het dagelijks leven van de mensen. Ook de grote muzieksteden, de New Orleans met zijn jazz, de country van Nashville, de blues in Memphis. Ja, dat leeft daar nog enorm. Het is natuurlijk een toeristische trekpleister, maar los daarvan maakt het ook daar nog deel uit van het dagelijkse leven. Wat dan des te meer opvalt, is dat in Mississippi die authentieke Delta Blues, die Country Blues, daar echt verdwenen is, daar in de streek. Samen met de Great Migration, de grote leegloop van het zuiden naar de industriesteden in het noorden, is ook daar de bluesmuziek verdwenen. En dat is toch een beetje jammer, vind ik. Natuurlijk, je hebt daar die bluesclubs waar nog altijd de blues weer klinkt, maar dat is de elektrische variant. Hè. Die echte Delta Blues is jammer genoeg niet meer levendig daar in de streek. Wat me duidelijk is geworden tijdens het voorbereiden van de Paramount-voorstellingen die ik maakte en het schrijven van mijn boek Des Duivels, is dat de muziek die daar ontstond, daar in dat diepe zuiden, niet louter zwart-wit is. En dat bedoel ik niet enkel figuurlijk, ook letterlijk. Hè. Voor veel mensen is country en bluegrass typische witte muziek, blanke muziek, hè, geconnecteerd vaak met racisme, met de rednecks. Bluesmuziek wordt dan weer gezien als louter zwarte muziek.
Muziek rechtstreeks afkomstig uit Zwart-Afrika. In de realiteit heb ik ontdekt, is een stuk genuanceerder en ook boeiender dan dat. Voor mij is het heel duidelijk een en-en verhaal. Het is juist die unieke mix, die unieke combi van en die Afrikaanse muziek met zijn voodoo en de Europese muziek uit Engeland, Ierland, Schotland, maar ook Polen en Duitsland, die zijn gaan blenden en die voor die unieke mix hebben gezorgd, hè, waar blues is uit voortgekomen, maar dus ook hillbilly of Tex-Mex. In de ene streek zal dan weer die Afrikaanse achtergrond belangrijker zijn geweest, in de andere meer de Europese. Maar in zwarte blues zitten dus ongetwijfeld Europese invloeden, maar in hillbilly en bluegrass ook Afrikaanse. He, zo bijvoorbeeld hoor je in de nummers van Jimmy Rogers, he, een van de grote blues-pioniers, country-pioniers liever, een van de grondleggers van de countrymuziek, hoor je daar duidelijk blues en Afrikaanse invloeden in. De banjo natuurlijk, he, is het instrument bij uitstek van de bluegrass. De banjo wordt daar onmiddellijk aan gelinkt met die blanke countrymuziek, met die redneck, met dat racisme. Terwijl de banjo eigenlijk afkomstig is uit Afrika. Hè. Dat is familie van de kora, en de Afrikaanse snaarinstrumenten. Hillbilly artiest Doc Box bijvoorbeeld, die uit die Appalachen komt, die leert banjo spelen. Toen hij een zwart orkest bezig zag, hè, met een zwarte banjo-speler. En ook country-icoon Hank Williams, die heeft zijn muzikale opleiding van een zwarte bluesmuzikant. Hè. Zijn allereerste opname was een bluesnummer. Aan de andere kant heb je natuurlijk dan de zwarte slaven die gospels beginnen zingen in de kerk. En dat konden ze maar doen natuurlijk, omdat hun blanke eigenaar ze toelieten. Ook de worksongs die ze zongen op de velden, die konden ze maar zingen, omdat de blanken het toelieten. En vermoedelijk hebben die zwarte slaven ook bewust muziek van hun eigenaars in hun eigen muziek versmolten, hè, om het aanvaardbaar te maken voor de blanke eigenaars. Dus alhoewel er absoluut geen sprake was van gelijkwaardigheid of gelijkheid, hebben zowel blank-zwart als zwart-blank beïnvloed. Hè. Zo zal je in zwarte gospel overduidelijk die Afrikaanse ritmes uit voodoo-muziek herkennen, maar is evenzeer zijn de Presbyteriaanse psalmen, hè, de Schotse psalmen die meekwamen met de landverhuizers, zijn evenzeer van invloed op het ontstaan van de gospelmuziek. En dan de worksongs, hè, waar ik het net over had, die als Alan Lomax, hè, heeft daar veel opnames gemaakt toen hij in de gevangenissen van Mississippi en Louisiana ging opnemen, hè. Daar zijn plekken waar de zwarte gevangenen nog echt leefden als de slaven vroeger. Dus dat was voor hem een unieke locatie om die slavenmuziek nog te horen. Hè. Maar hij is eveneens de jaren 50 naar Europa getrokken, onder andere naar Schotland. En daar maakte hij opnames van de Schotse vrouwen die wol bewerkten. En als je die liederen hoort, ja, dat zijn onvervalste worksongs. Hè. Het call-and-response gegeven, dat typisch is aan die worksongs en dat later ook in de gospel en in de soul terecht zal komen, die hoor je dus ook bij die Schotse vrouwen daar in de Highlands. Dat die Afrikaanse invloed dan weer veel meer is dan enkel het voodoo, hè, de voodoo-religie, bewijst de zogenaamde field holler. Hè. We hebben de worksongs, de chain gangs, hè, de groepen slaven die het ritme van het werk in hun liederen verwerken. Maar je hebt ook de field holler, de weeklagig gezang van de eenzame slaaf die alleen is op het werk, hè, aan het werk is op het veld. En dat klagend gezang van die eenzame slaaf die werd dan vaak beantwoord van een slaaf die verderop aan het werk was. En als je opnames hoort van zo'n field hollers, en je zet daarna de oproep tot gebed uit de islam op, hè, Allahu Akbar, dan hoor je zeer duidelijk een overeenkomst. De gelijkenis is echt frappant. Dus daaruit blijkt dus dat de islam, hè, die in Noord-Afrika ontstond, dat die zich verder ook over Zwart-Afrika heeft verspreid in de loop der geschiedenis. En dat dus ook heel wat zwarte slaven die uit Afrika kwamen, dat die dus niet voodoo-religie aanhingen, maar dus moslim waren.
Zij brachten dus ook hun muziek mee, die heel anders klonk dan de ritmische voodoo. Hè. Zij maakten geen gebruik van drums, hè, de drums die door de blanke eigenaars echt verbannen werden. Maar ze bespeelden vooral snaarinstrumenten, zoals die banjo en de kora. En die instrumenten die werden veel meer getolereerd door de blanken, hè, omdat zij snaarinstrumenten natuurlijk ook kenden, hè, vanuit Europa, zoals de viool. En zo ja, is er toch ook heel wat invloed van de moslimmuziek in de blues en later popmuziek, hè. Zo duidelijk is het eigenlijk. Ja, ook de muziek van de oorspronkelijke bewoners, de zogenaamde natives, die indianen, zou veel groter zijn dan algemeen geweten is. Hè. Er stond een duidelijke connectie tussen de zwarten, hè, de slaven en de indianen. Ze werden blijde onderdrukt door de blanken en dat schiep een band. In New Orleans is die band nog duidelijk zichtbaar aanwezig, hè, bij de zogenaamde Mardi Gras Indians. De zwarten die pronken met hun kleurrijke kledij en hun drukwekkende verentooien tijdens het carnaval in New Orleans. De Afro-Amerikaanse bevolking daar die laat zo een zichtbare connectie zien met de Indianen. Ook bluesicoon Charlie Patton, die bekend is om zijn ritmisch gitaarspel. Het is algemeen... het is logisch om aan te nemen dat die ritmes dat die rechtstreeks uit Afrika afkomstig zijn, maar hoe langer hoe meer wordt gedacht dat die ritmes eigenlijk afkomstig zijn van zijn Indiaanse voorouders, want Charlie Patton had zowel Afrikaans en Indiaans bloed. Het is... al die invloeden die later dus de populaire muziek, de popmuziek hebben bepaald, hè, de muziek die we vandaag nog op de radio horen. Het is, vind ik zelf altijd fijn om een denkoefening te maken, om een willekeurig hedendaags nummer te nemen en te bekijken waardoor het nummer beïnvloed is. Hè, en zo terug te gaan in de tijd. En steeds beland je ergens in de jaren 20 bij het begin van die blues, die country, die jazzopnames. Dus er kan stellig van uitgegaan worden dat praktisch alle hedendaagse populaire muziek zijn wortels heeft daar in dat diepe zuiden van de VS. In het geval van rock, hè, hedendaagse rock, is dat natuurlijk simpel. Hè. De rock die komt rechtstreeks voor uit de bluesmuziek. Hè. In het geval van elektronische muziek kan dat misschien moeilijker liggen. Hè. En van elektronische muziek is er tegenwoordig nogal veel op de radio. En daar is natuurlijk de invloed van de ontwikkeling van die elektronische muziek uit Europa en dan vooral Duitsland van cruciaal belang. Hè. Pioniers zoals Edgar van Rijzen, die de weg effende voor bands als Kraftwerk. Maar het is toch ook weer het moment dat die elektronische muziek de oversteek maakt naar de VS en er van invloed zal zijn op disco, hip-hop en later de ontwikkeling van de house in Chicago en de techno in Detroit, dat die muziek mainstream zal worden en zich ja, over de hele wereld zal verspreiden. Hè. En zo kan je dus perfect vertrekken van een hedendaagse elektrogrootheid als Daft Punk, hè, de band die onlangs opgehouden heeft te bestaan, om via Daft Punk bij Giorgio Moroder te belanden. Een van de grootheden uit de disco. De disco die is ontstaan uit soulmuziek. De commercialisering dansbaarder maken van de soul. En de soul is niets meer of minder dan een wereldse versie van gospelmuziek, hè? Een zwarte gospel. Rechtstreeks afkomstig uit de zwarte kerkgemeenschap. Voilà, dus zo zijn we van Daft Punk uitgekomen bij het ontstaan van de gospelopnames in de jaren 20. Van blues naar gospel, van gospel naar soul, van soul naar disco en van disco naar elektromuziek. Dankjewel Maarten Schuurmans om je reisverslag te delen en voor deze interessante bijdrage. Een van de oudste veldopnames werd rond de eeuwwisseling gemaakt in Atlanta. Een minstrel song, Little Old Log Cabin in the Lane, gezongen door fiddling John Carson. Now I'm getting old and feeble.
people and I cannot work no more. That rusty faded hoe I've laid to rest. Oh, Marcus and oh, Mistress, they are sleeping side by side. The spirits now are roaming with the flares. Things have changed about the place now and the darkest they have flown. Tune of the year I'm singing in the cane. But the only friend that's left here is that good old of mine and the little old log cabin in the lane. De sentimentele song uit 1871 werd gezongen door de Blackface-karikatuur in de minstrelshows en vertelt het verhaal van een voormalige slaaf die zijn oude dag slijt in een vervallen hut. Een andere pionier uit de country blues was Sylvester Weaver. Hij maakte in 1923 een opname van zijn instrumentale nummers Guitar Blues en Guitar Rag. Van hem is de eerste opname op slidegitaar afkomstig. Sylvester Weaver speelde samen met Sarah Morton in de vaudeville-traditie. Sarah Morton ontpopte zich tot een van de populaire blueszangeressen en van haar is de eerste opname van de blues-standard It Ain't Nobody's Business If I Do afkomstig, een nummer dat heel vaak met Bessie Smith wordt geassocieerd. We beluisteren achtereenvolgens een stukje uit de versie van Sarah Morton en daarna de versie van Bessie Smith uit 1923. De eerste opnames van een mannelijke bluesvertolker komen van Papa Charlie Jackson. Papa Charlie Jackson acteerde in de Medicine Shows. Hij speelde ukulele en banjo en zijn muziek klonk heel Hawaïaans. Een reclameslogan stelde hem voor als de enige man die de blues beter speelt dan een vrouw. In 1924 zong hij voor Paramount de nummers Airy Man Blues en dit Lowdy Lowdy Blues. I love my baby, and my baby do love me. Lordy, Lord, Lordy, Lord, 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 Lord. Get away from my window, honey, baby, get away from my soul. Lordy, Lord, Lordy, Lord, Lord. En afsluiten doe ik graag met Leadbelly. We maakten al kennis met Leadbelly in een vorige aflevering toen ik je het nummer Pick a Bale of Cotton voorstelde. Leadbelly was een wandelende, of beter een zingende, encyclopedie.
Hij was de eerste zwarte zanger die door witte intellectuelen omarmd werd en bezat een rijke kennis van blues en folksongs. De titel van zijn meest gekende nummer ga ik je onthouden. Je kent het nummer stellig van een cover van The Animals. Leadbelly leidde geen gemakkelijk leven. Hij belandde meermaals in de gevangenis. In 1916 ontsnapte hij uit een gevangenis in Texas, waarna hij verder leefde als Walter Boyd. 2 jaar later kreeg hij 30 jaar gevangenisstraf voor moord, maar na 7 jaar stuurde hij een gezongen gratieverzoek aan de gouverneur met de volgende woorden: "Please, Governor Neff, be good and kind, have mercy on my great long time. I don't see to save my soul. If I don't get a pardon, try me on a parole. If I had you, Governor Neff, like you got me, I'd wake up in the morning and I'd set you free." Leadbelly's verzoek werd ingewilligd, maar in 1930 werd hij opnieuw veroordeeld voor moord. Deze keer schoot field recorder John Lomax hem ter hulp. In de gevangenis maakte Lomax opnames van honderden worksongs en plantageliederen die Leadbelly vlot ten berde bracht. In 1934 werd er onder impuls van Lomax nogmaals een gratieverzoek ingewilligd. Leadbelly ging toeren met John Lomax, maar hij bedreigde zijn weldoener, waardoor de vriendschap op de klippen kwam te staan. Leadbelly's muziek werd wel vaker gecoverd. Ik laat je enkele nummers horen die je zeker kent in een modernere versie. My girl, my girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, where the sun don't ever shine. I was shivering all night too. Oh, when the sun goes, it's rotten. You can't pick very much cotton. And the whole cotton field at home, it was down in Louisiana, just a mile from Texarkana. And the whole cotton field at home. Tja, de blues, dat zijn straffe verhalen. Volgende keer gaan we dieper in op de blues uit de verschillende regio's. En de verhalen, die komen simultaan. Met het einde van de Amerikaanse burgeroorlog en het einde van de slavernij ontstond dus een nieuwe vorm van muziek, de blues. En over het zuiden van de Verenigde Staten verspreidde deze blues zich in de verschillende regio's. In de volgende afleveringen van deze podcast vertel ik hoe de blues zich op een andere manier ontwikkelde in de verschillende regio's van het zuiden van de VS. We gaan het hebben over de Delta Blues, de Piedmont Blues, de Hill Country Blues, de Texas Blues en later hebben we het dan ook over de blues die zich in de steden ontwikkelde. Ik hoop dat u ook van deze aflevering hebt genoten en heel graag de volgende keer.